Ze hebben ons uh, gewaarschuwd dat we de trailer ervan af moeten halen. Omdat sommige bevolkingsgroepen um, uh, op een negatieve manier in het daglicht komen. Wat natuurlijk heel raar is. Want het is natuurlijk gewoon een geschiedenisfilm, een historische film. En in de 8e eeuw uh, gebeurde wat er in de trailer te zien is. Dus het is, uh, het is een beetje raar. En gaan jullie daar iets aan doen? Uh, volgens mij zijn ze dat in het beraad. En uh, wat we precies gaan doen ermee. En of we het wel of niet eraf gaan halen. Wat wel grappig is, is dat ik ben bezig met een tweede trailer. Die eigenlijk vanaf donderdag in de bioscopen gaat draaien. En, uh, en die is eigenlijk nog veel heftiger. Dus dat is een uh, interessant gevecht met YouTube. Want jullie hebben gewoon een brief gekregen en daar staat het verzoek in om hem eraf te halen. Ja, precies. Omdat Ik geloof dat een adverteerder er uh, niet zo blij mee was dat wij uh, uh, zeg maar twee religies uh, met elkaar in gevecht hadden. En die tweede trailer, die gaan jullie wel gewoon publiceren of wachten jullie even af? Nee hoor, die tweede trailer gaan we gewoon publiceren. Dat gaan we gewoon op YouTube zetten en op Facebook en, uh, en de bioscoop in. We laten ons niet stoppen door YouTube.